Let's go, Pixie. Je mag gelijk evolueren van mij in een Ninetales. Ik kan de kracht van een Ninetales goed gebruiken, denk ik, op dit moment in de game. What up YouTube, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan weer verder met onze Pokémon Let's Go Eevee Nuzlocke Challenge. De vorige aflevering was super spannend. We hebben een Vulpix gevangen en die Vulpix ging ook gelijk bijna down. Pidgeotto ging ook gelijk bijna down. En dit is een meneer waar je niet mee wil vechten. Deze meneer hierboven heeft... Ik dacht even dat ik een shiny zag, maar nee. Deze meneer hierboven heeft hits waarmee hij je Pokémon in één klap doodmaakt. Als je pech hebt, dan heb je heel veel pech en gaat je halve team dood door dit meneertje. Dus met dit meneertje ga ik niet battelen. We hebben al een keer eerder onwijs veel geluk gehad met zulke meneertjes. Deze meneer kunnen we wel hopelijk veilig mee gaan battelen. Ik ben benieuwd. In de vorige battle vond ik Vulpix nog niet super sterk. Dus ik hoop dat ik wel een beetje een goede Vulpix heb gevangen. We gaan hem doortrainen tot level 36 sowieso. Daar leert hij Flamethrower. Die move moeten we sowieso hebben. Dus dat is nog 8 levels dat we Vulpix, onze Pixie, moeten trainen. Oh, wacht. Hij kent al Flamethrower. Ah, in Sun and Moon leert hij op level 36 Flamethrower. Maar in Pokémon Let's Go Pikachu en Eevee is dat eerder. Hij kan alleen nu nog Fire Blast leren, wat een goede move is. Dus ik denk dat we hem gewoon na deze battle gaan evalueren. Moet hij het wel even overleven natuurlijk. Flamethrower! Bam! Oké, dit ging wel aardig. Sludge doet denk ik wel pijn. En ja, ik ben ook poisoned. Oh, gelukkig heeft hij maar 1 Pokémon. Bam, wij gooien nog een Flamethrower erbovenop. En dan is het gelijk klaar met Koffing. Dikke doei Koffing, krijgen wij de XP. En gaan we gewoon Vulpix evolueren, jongens. Ik ga hem gewoon gelijk evolueren naar Ninetales. Let's go. Want in dit gebied hieronder lag ook een Firestone. Dus die heb ik sowieso. Die staat hier. Ja, Firestone. Use item. En die gooien we op Pixie. Let's go, Pixie. Je mag gelijk evolueren van mij in een Ninetales. Ik kan de kracht van een Ninetales goed gebruiken, denk ik, op dit moment in de game. Want onze levels zijn best wel gelijk aan de levels van al mijn tegenstanders. En hier is die. Vulpix is geëvolueerd in Ninetales. Yeah. Kablam. Wat een mooie Pokémon is dit, hè? Deze Pokémon is gebaseerd op een legende. 9 nobele heiligen zijn verenigd en gereïncarneerd in deze Pokémon. Insane. Dan zal ik wel gelijk even wat potions en dingen gebruiken voor Pixie. Kablam, daar gaan we. We pakken deze Pokéball even op. Oh, kijk die mooie Ninetales achter ons aanlopen. Wat is dit prachtig. Wat een prachtige Pokémon is dit. Kijk hem gaan. Zo, dit is vet. Kunnen we met jou battelen? Wij kunnen ook met jou battelen. Rocker Glen heeft een megafoon bij zich. En een Jolteon. Jolteon, toffe evolutie van Eevee. Eén van de tofste in mijn ogen. En dan gaan we eens kijken wat Pixie kan doen, jongen. We krijgen een double kickje op ons hoofd. Dat gaat wel oké. Ja, dat gaat prima. Let's go, Flamethrower Vulpix. Yeah. Oké, en Jolteon is andere koek dan een koffie. Dat lijkt me duidelijk. We zijn ondertussen onderweg naar de volgende stad, waar we Mr. Fuji dus moeten gaan bevrijden uit de handen van Team Rocket. Dat is best wel een langdradig stukje, dus ik hoop dat jullie er allemaal bij blijven. Ik ga ook proberen om natuurlijk de trainer te verslaan, of de gymleader te verslaan in de volgende stad. Maar laten we eerst maar even deze Jolteon verslaan met Pixie. Kablam! Bye Jolteon. En goed gedaan. Vulpix 413 XP. Queen groeit ondertussen naar level 27. En ik zal eens even kijken op welk level we Queen gaan evolueren. Ja, Nidorina leert op level 39 nog Crunch en op level 47 Super Fang. Dat zijn aanvallen die je eigenlijk wel wil voor jouw Nidorina. En ik zie hier nog zo'n Gambler staan. Die Gamblers, ik vertrouw ze niet, hè. Ik ga niet met hen battelen. Volgens mij zijn die Gamblers allemaal van die one-hit KO gasten. Met die gasten wil je niet battelen, want je bent in één keer je Pokémon kwijt. Ik durf het niet aan. Ik ga het niet doen. Ik ga met deze chicks battelen. Maar anyway, Nidorina, ja, die moeten we dus misschien wel doortrainen naar level 47. Want Super Fang zorgt ervoor dat de helft van de HP van de tegenstanders afgesnoept wordt. En dat is misschien ook wel een move die je wil. Level 47, dat duurt nog wel even. Zo snel als dat we dus Pixie konden evolueren, zo lang zal dat gaan duren met Nidorina. Man. Oké. Pikachu. Bam. One-hit KO door Ninetales. Wat een baas. Lekker Ninetales. En dan nog even battelen met die andere chick. En dat is een Miauwf. Ga je die ook met 1 Flamethrower fixen? Of niet? Let's go. Flamethrower op Miauwfse buckets. Kijk eens. Kijk eens. Lekker man. Lekker. Pixie doet het goed. Beach Boy, onze Krabby, groeit ondertussen naar level 27. Die wil Protect leren. Ik snap het nut nooit zo van Protect. Zeker in een game waarin je bijna geen duo battles hebt. Als je duo battles hebt, dan zou ik het wel snappen. Maar ja, anders eigenlijk niet. Je hebt gewoon meerdere in je hoofd. Doe je flamethrower. Bam! Ja, dat gaat wel lekker met Pixie. Dat gaat heerlijk. Steenkop is ondertussen nog maar level 26. Dus dat is nog niet super hoog. Dus die gaan we er eens even uitgooien. Graveler leert op level 31 nog Earthquake. Dat is best wel een goede aanval. Misschien dat we dan daarna Graveler ook wel kunnen gaan evalueren in een Golem. Dus dat zit er ook wel aan te komen. Dus nog vijf leveltjes. En dan hebben we nog Pidgeotto en Krabby in ons team. En die evalueren natuurlijk gewoon uit zichzelf. Dus alleen Nidorina gaat gewoon heel lang duren. Terwijl wij even gaan battelen met super nerd Leslie. En die heeft een Magnemite. Magnemite was in de eerste generatie trouwens geen Steel-type Pokémon. In de eerste generatie... Of ik bedoel helemaal aan het begin, in Pokémon Red, Blue, Yellow. Toen bestond er nog geen Steel-type. Er was helemaal geen Steel-type, dus Magnemite was toen alleen nog maar Electric. Tegenwoordig is hij ook Steel-type. En dat zorgt ervoor dat ik natuurlijk super effective moves heb met Ninetales tegen Magnemite. En hem gewoon in één keer keihard kan verslaan. Maar vroeger was Magnemite dus alleen een Electric-type Pokémon. Nou, dan gaan we weer eens even door de underground. Dus even kijken of de staart van Eevee al beweegt. Ja, kijk. Hier ergens moet iets liggen. Een pearl. Als de staart van Eevee beweegt in de underground, dat betekent dat er een itempje in de buurt is. En datzelfde geldt natuurlijk voor Pikachu. Als je Let's Go Pikachu hebt. We hebben hier een super potion. En wat ziet die Ninetales er prachtig uit. Kijk hem nou elegant lopen. Dit is echt super mooi. Kijk hem. Oh, ik vind hem echt... Ninetales is wel een van de mooiere Pokémon hoor, uit generatie 1. Heel vet. Hier ergens moet nog een itempje liggen. Hier ligt hij, een Big Pearl. En ik denk dat dat het wel... Oh, nog meer? Nog meer items? Of bedoel je gewoon dit item? Een X-Defense. Oké, let's go. We gaan naar boven. Hallo mevrouw. Deze mevrouw zegt dat er een hele hoop mooie spulletjes zijn in Celadon City. Maar, we mogen weer een nieuwe Pokémon gaan vangen. Hebben we nog een lure? Ja, dit is jammer, ik heb geen lure meer. Dus we moeten maar gewoon hopen dat er een toffe Pokémon spant. Hier, boven in het grasveldje. Let's go. We hebben een Vulpix en een Jigglypuff. Nou, dan pakken we die Jigglypuff. Want die hebben we nog niet. Let's go, nice. Mooie move van Jigglypuff. Jigglypuff wil gelijk lekker gaan slapen. Wij hebben een Great Row. 1, 2, 3. Nieuw Pokémon. Yeah, Jigglypuff. Nice. Ik ben er op zich wel blij mee. Deze Pokémon die hadden we nog niet. Er gaan gelijk 3 Pokémon van mij level up. Dus dat is ook wel lekker. Dat zijn Eve, Steenkop en Sky. En daar is Jigglypuff. Ik moet je wel zeggen, Jigglypuff is niet een Pokémon die ik heel snel in mijn team zou doen. Dus we favoriten hem sowieso. We geven hem ook even een nickname. Ik noem er Evan Max. Ik vind Evan Max op dit moment een leuke zangeres. En aangezien Jigglypuff altijd gewoon zingt, denk ik dat Evan Max wel een leuke naam is. Jammer dat we Evan Max nooit in ons team gaan gebruiken. Oh, wacht. Hier staat een sterke trainster. Even een super potion op Pixie. Ik ben benieuwd of we klaar zijn voor deze Ace Trainer. Ik zet in ieder geval Eevee even op plek 1. Ik wil deze battles namelijk eigenlijk gewoon voor de veiligheid met Eevee doen. Want ja... Dit zijn gewoon lastige battles. Deze Pokémon zijn altijd best wel goed. Raichu krijgen we als eerste mee te maken. Kom op Eevee, je kan het. Ga maar gewoon lekker kaart bouncy bubbelen. Raichu is in ieder geval sneller. Ja kijk, en die Raichu doet ook best wel... Oh my god, Paralyze. Paralyze is, dat betekent dat we nu ook gewoon altijd langzamer zijn dan de tegenstander. Dat is heel naar. Oh, oké, we krijgen wel HP terug, maar man. Die Paralyzes kan ook voor problemen gaan zorgen. Ah, ja, nog een... Oké, we kunnen wel Bouncy Bubble gebruiken. Ik hoop dat Eevee uit zichzelf geneest. Dat zou wel lekker zijn. Soms gebeurt dat als je Eevee gewoon blij is. Oh, al die Thunderbolts op mijn bakkes, jongen. Auw. Die doen best wel pijn allemaal. En we zijn fully paralyzed. Oké, deze Thunderbolt ga ik nog wel overleven, denk ik. Ja, kijk, 8 HP over. En ik kan weer niks doen. Ja, dan moet ik maar even gewoon een super potion gaan gebruiken, denk ik. Ah, deze trainers altijd, jongen. Het gaat helemaal niet goed met Eevee. Kom op, Eevee. Kom op. Kom op nou. Ja, lekker. Nu wel een bouncy bubble. Top. Je hebt nog maar eentje nodig, Eevee. Nog 1 bouncy bubble moet lukken. Dan ben je klaar. Ah, 18 HP over. En weer paralyzed. Oh. Ah, kom op nou. Eevee. Cure jezelf gewoon van die paralyzes. Ja, kijk. Dit is wat ik zocht. Nice. Nu is mijn paralyzes weg. En gewoon nog een keer een Thunderbolt op onze bakkes. Dan zijn we gelijk weer paralyzed. Wat is dit nou? Is er nou aan de hand met je Eevee? Kom op, normaal ben je veel beter. Wat ben je aan het doen? Dit gevecht duurt een half uur op deze manier. Ja, kijk hè. Nice. Dit is wat je moet doen, Eevee. Kom op. En nou niet gelijk weer paralyzed raken, want dan begint het liedje weer van voren aan. Heel goed. Bouncy Bubble op Raichu. Lekker. Oké. Raichu is weg. Op naar de volgende Pokémon. Dit duurt lang. Man. Nu krijg ik te maken met een Dugtrio. Durf ik het aan met Beach Boy of zal ik doorgaan met Eevee? Ik ga nog even door met Eevee, denk ik. Want met Bouncy Bubble zou het moeten lukken. Ik krijg wel een Earthquake op mijn bakkes. Dat doet altijd veel pijn. Oh, 3 HP over. 3 HP over. Woe! Ah, en hij is net niet down. Dugtrio is net niet down. Hoeveel HP krijgen we terug? Dit gaan we niet redden. Nee, dit gaan we niet redden. Ik moet weer een super potion gebruiken. Ik krijg nu een earthquake. Oh, maar die mist. Die mist. Nice. Zo, daar hebben we wel geluk. Dit gaan we nu wel fixen. Oké, die earthquake doet bijna de helft damage hè, bij mij Eevee. Lekker gedaan, Eevee. Bam. Dugtrio ook weg. Woe. 3 HP over net, jongen. Oh, dan waren we bijna Eevee kwijt. Woe. De volgende is een Seal. Ja, en voor water-Pokémon heb ik ook gewoon Eevee nodig. Ik moet namelijk Buzzy Buzz gebruiken, mijn Electric-type attack. Hij doet Aqua Jet, dat is een move die altijd sneller is. Aqua Jet doet niet zo heel veel damage, dus dat is nice. Ja, ik denk dat we die Seal ook wel kunnen fixen. Want hij is nu paralyzed en dan mag ik volgens mij altijd als eerste aanvallen. Ook als je Aqua Jet... Nee, niet als je Aqua Jet gebruikt, maar dat maakt op zich niet zoveel uit, want die deed toch niet zo heel veel damage. Oeh, dat was even schrikken net, jongens. Wauw, we hebben hier wel lekker wat XP verdiend. Dat is top. En dan krijgen we ook van deze mevrouw. Dus 5 Ultra Balls. En kunnen we dit item oppakken. Een elixir. En dan vindt Ninetales nu iets hier in het bosje, denk ik. Wat heb je gevonden? Een Nanaberry. Wat zit je er schattig bij ook, Ninetales? Alright, let's go. Ik ga nu niet met jou vechten, denk ik. Alhoewel, ik kan het wel proberen. Zal ik het gewoon doen? Oh, maar ik voel zoveel risico nu, man. Ik voel zoveel risico. Ik doe dit ook gewoon altijd met Eevee. En als Eevee down gaat, dan heb ik echt een probleem. Oké, Farfetch'd. Dat is top. Dat is super. Want Farfetch'd, daar hebben we natuurlijk Buzzy Buzz voor. En ik hoop hem te one-shotten. Maar nee, ja, deze one-shotten we allemaal niet. Hij is wel paralyzed met zijn prei. Hij is fully paralyzed met zijn prei. Kijk, nu zit het mee met de paralyzation. Dit is lekker. Dan hebben we in ieder geval zijn eerste Pokémon al down. Lekker, goed gedaan. Doei Farfetch'd. Dan moeten we nu naar de tweede. Pixie groeit ondertussen naar level 29. En de tweede is een Wigglytuff. Ja, die is wel lastiger. Ik denk dat we daar Queen voor gaan moeten gebruiken. En dan gewoon alvast een Toxic gooien op Wigglytuff, die steeds erger wordt. Wigglytuff is trouwens level 30. Man. Oké, ik ga Toxic gebruiken. En dan ga ik daarna mezelf gewoon steeds ingraven. Ik denk dat dat het plan is. Daarna gaan we gewoon steeds dik doen. Hij doet Facade. Wow. Ik ben super bang nu. Ik ben super bang. Ik ga een super potion gebruiken. Ik ben echt super bang. Die deed 60 damage, die Facade aanval. Is geen eens super effectief. Waarom doet dit zoveel pijn? Waarom doet het zoveel pijn? Oké, ik heb dus even gelezen wat het doet. Die damage die Facade doet is verdubbeld op het moment dat die poisoned, paralyzed of burned is. Ah, nee, dit heb ik weer. Dit heb ik weer. Deze doet veel te veel pijn. Ik kan gewoon niet aanvallen nu. Ik kan die super potions blijven gebruiken. Dit is echt zo'n cheat manier om dit te winnen. Maar mijn Pokémon mogen gewoon niet down gaan. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Dus ik moet dit blijven doen. En dan moet ik op een gegeven moment maar gewoon gaan wisselen, denk ik, van Pokémon. Ik kan nu dus nog 1 keer een super potion geven aan Queen. En daarna is het moment dat we moeten gaan wisselen van Pokémon. En dan hopen dat die Pokémon een hoog genoeg defense hebben om, de Facade te overleven. Oh my gosh. Eevee heeft een defense van 68. Pixie, hoe zit het met jou? Een defense van 54. Steenkop, hoe zit het met jou? Defense van 74. En Beach Boy, defense van 58. Ik moet dus Eevee of Steenkop gaan gebruiken nu. Of, wacht. Is Nidoqueen een beetje snel? 51. Ik denk dat Nidoqueen sneller is dan Wigglytuff. Als ik mezelf nou ingraaf. Kom op, wees alsjeblieft sneller. Yes, we zijn sneller. Yes. Dat betekent dat we niet geraakt kunnen worden nu door Wigglytuff. En gaat Wigglytuff nu kapot? Wigglytuff gaat nu kapot. Wat is dit? Een cheat manier om deze battle te winnen. Maar ik had geen andere manier om deze battle te winnen. Dit was de enige optie. Oh, je komt altijd zo voor verrassingen te staan, jongens. Die Facade aanval. Of Facade, ik weet niet. Ik denk Facade. Man, die hebben we nu. En dat is echt wel een goede aanval. Jeetje. Oké. Ik denk dat we maar even snel een Pokémon op moeten zoeken. Want ik heb geen super potions meer over, man. Freaking Wigglytuff. Dat ging echt maar net goed. Deze mevrouw kan je de natures laten bepalen van je Pokémon. Dat kan echt super, super handig zijn als je op zoek bent naar een bepaalde Pokémon met een goede nature. Ik heb daar al een video over gemaakt met uitleg. Ga die checken op mijn kanaal als je daar meer over wil weten. Oh, wacht even. Deze gast, die kan mijn Eevee goede aanvallen leren. Glitzly Glow en Baddy Bad. Dus even kijken hoor. Glitzly Glow is een psychic attack. En die heb ik nog niet echt. Dus dit is wel handig. De special moves van de tegenstander worden hierbij ook zwakker. Bouncy Bubble hou ik sowieso. Ik denk dat ik Double Kick ga vergeten. Double Kick is namelijk toch niet echt sterk. En daarvoor in de plaats inderdaad Glitzly Glow. Nice. Dan kunnen we hier nog een andere aanval leren. Namelijk Baddy Bad. Dat is een dark-type attack. Die is eigenlijk ook wel nice in de gym van Sabrina straks. Misschien moeten we die eerst maar even leren dan. Baddy Bad. In plaats van wat? We hebben nu natuurlijk wel Ninetales. Dus in principe zou Sizzly Slide ook denk ik wel weg kunnen. Wat doet Baddy Bad nog meer? Die maakt de physical powers van mijn tegenstander kapot. Op zich is die ook wel handig om te kennen, hè? Nou, misschien moeten we dat later even doen, want we krijgen hier natuurlijk nog met een gym te maken. En dat is natuurlijk de gym van Erika. En Erika heeft Grass-type Pokémon. Dus dan is het wel even handig dat we in ieder geval nog een Pokémon hebben die Fire-type moves kent. Naast Ninetales. Wat is het prachtig, man, die Ninetales achter me aan. Oh, ik kan daar echt van genieten. Het is echt nice. Maar voordat we naar de gym gaan, moet ik even naar de store toe. Want ik heb wel echt even wat items nodig. Ik ga er een beetje vanuit dat de items die ik nodig heb ook gewoon op de eerste etage te vinden zijn. Ik kan hier wel TM's kopen. Ze zijn best wel duur, maar het zijn hele goede TM's. Waterfalls voor Krabby bijvoorbeeld wel goed. Shadow Balls ook wel nice. Maar ik denk dat ik gewoon bij hem moet zijn. Geef mij maar even 31 super potions. En ik wilde wat antidotes bij. En ook wat lures. Ik heb even weer wat lures nodig. Alright. Dan gaan we weer uit de store. Verder hebben we hier niet zo heel veel te zoeken. En dan gaan we richting de gym van Erika. Deze kant op. Hier naartoe. Dit plantje kapot maken met Eevee. En dan deze kant op. Oh, Ninetales die loopt met me mee. Oh, Ninetales, kom mee, kom mee. En dan zijn we nu aangekomen bij de gym van Erika. Maar Erika gaan we battelen in de volgende aflevering. Maar dit was ook wel weer een spannende aflevering, zeg. Met al die lastige battles. Doe even een blauw duimpje omhoog. Als je deze video tof vindt, abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rikachu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!